Bing TV. Internettelevisie op zijn turnouts. Frank, tegen de eerste van de competitie, derby. Goeie match gezien? Ik denk het wel. Als je 5 golen ziet en een spannende wedstrijd tot de laatste seconde, dan denk ik dat de mensen een goede wedstrijd hebben gezien. Jammer genoeg is het dubbeltje verkeerd gevallen en gaat Lille met de 3 punten lopen. In het begin wat kansen laten liggen of doet er dat niet toe? Jawel, maar ik denk dat we hadden wat we moesten hebben. Tot 5 minuten voor de rust stonden we 1-0 voor. En ik had gevraagd om dat absoluut te houden tot aan de rust. Ja, jammer genoeg kunnen we dat niet houden en komen we met een on-goal nog op slag van rust. In blessuretijd komen we nog 2 en achter. Maar natuurlijk heel het wedstrijdbeeld verandert. Dus in plaats van een tweede helft te beginnen met een voorsprong, moeten we nu op 5 minuten tijd tegen een achterstand aanhollen. We gaan richting winterstop. Was deze wedstrijd ook een soort waardemeter voor waar FC nu veilig staat? Was dit een wedstrijd die je een beetje kan tellen als waardemeter voor de eerste deel? Goh. Uiteindelijk is het wederom een wedstrijd, de vorige 12. Het is details die dat beslissen over het resultaat. Jammer genoeg beslissen de details vandaag in ons nadeel. En hopelijk dat we zeker de komende weken toch nog een paar punten kunnen sprokkelen. Want in deze reeks is het elke week, kan iedereen winnen van iedereen. En ja, we moeten toch dringend nog een aantal 3-punters gaan bijschrijven. En wat verwachten na de winterstop? Moeten er spelers bijkomen of denk je met deze ploeg kunnen wij verder? Goh, wij kunnen in principe met deze ploeg verder. Wij zouden natuurlijk wel graag ons handhaven in de eerste provinciale van ons eerste jaar. Dat gaat toch wel lukken? Ja, uiteindelijk, als je weet dat er 3 tot 5 misschien gaan degraderen. Ik denk dat op dit moment niemand die eerst provinciaal volgt kan zeggen wie dat er gaat degraderen. Want alles staat heel, heel kort bij elkaar. Dus wij gaan er alles om proberen te doen om ons te handhaven in de eerste provinciaal. En proberen om de tweede ronde toch... Ja, je weet nooit, als je 2 keer achter elkaar wint, dan nadert de top 5. Verlieren 2 keer achter elkaar, ja, dan nadert de degradatieplaatsen. Maar dat is een situatie die voor veel ploegen hetzelfde is. Wat staat er nog op de agenda voor de winterstop? Waar moet volgende week naartoe? Ja, wij hebben eigenlijk nog een programma, dus zaterdagavond naar Nijlen, die dus top 3 bezetten. Dat gaat natuurlijk wederom niet gemakkelijk zijn. En dan hebben we nog 2 thuiswedstrijden, tegen Leest en tegen Ternes. Dus 9 punten zijn nog te verdienen. Ja, het zou natuurlijk ideaal zijn als we kunnen draaien met nog een 6-9 in het achterhoofd, minimum. Dan kunnen we rustig van de winterstoppen, van de feestdagen genieten. Is dat niet het geval, ja, dan blijven we natuurlijk altijd met een bibber op lijf spelen. Hè. Had je hier bij aanvang van de competitie voor getekend of is dit niet helemaal volledig volgens de verwachtingen? Ja, laat ons zeggen dat we niet goed wisten waar we ons om te verwachten hadden. Een paar keer achter elkaar kampioen, dit is iets anders. Hè? Ja, goed, maar uiteindelijk hetgeen dat de jongens moeten brengen elke week is ook niet van de poes. Wij zijn inderdaad 3 keer achterin gepromoveerd via de kampioenstitel. En wij hadden vooropgesteld, als we dit jaar ons rustig kunnen handhaven, dan zijn wij al heel, 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 heel blij. Nu, het ligt allemaal kort bij in. Dus ik hoor van collega-trainers dat wij onder ons waarde geclasseerd staan. We staan waar dat we staan. Goed, waar dat dan ligt, ja, dat zijn details die heel dikwijls jammer genoeg in ons nadeel hebben gespeeld. Hopelijk komen de details ook eens in ons voordeel en kunnen we toch nog veel 3 punters bijschrijven. Na de winter valt een bal wel juist. Ja, ze zeggen dat je op het einde van de rit de punten net die dat je verdient, dus dan zal die inderdaad wel eens juist vallen, zeker. Okay. Bing TV. Internettelevisie op zijn turnouts. Just Bink It. Just Blink It.